staan hier zo op de paal bij bezet windmolens. We kijken naar de windmolenproefbaan. En we denken wel dat we toch wel wat elementen kunnen verbeteren aan de proefbaan. Want een quick wins. Wat denk jij erover, Roberto? Zeker, dat ben ik met je eens. En dat zijn volgens mij heel veel mensen met elkaar eens. Dat is mooi. Er gaat in de komende tijd ook nog wat gebeuren aan de boulevard. Maar zoals je zei, zijn dat quick wins. Er wordt gekeken naar hoe het duinpad wat er nu is verbeterd kan worden. Hoe we meer zit-elementen, mooiere zit-elementen zouden kunnen toevoegen. En zo zijn er nog wel een aantal zaken die lopen. Maar belangrijk is natuurlijk dat we structurele oplossingen vinden voor de boulevard. Precies. Onlangs is er ook een beslissing genomen over de ontwikkeling van de Hotels van Oranje. Dat is natuurlijk ontzettend positief. Ja. Hopelijk is dat een enorme opsteker. Maar dat is niet het enige wat nodig is. We hebben veel meer ondernemers nodig die in de boulevard durven te investeren. En de gemeente moet dat stimuleren. Ja. En wat denk je bijvoorbeeld over wifi-punten? Want volgens mij is het belangrijk, veel jongeren komen natuurlijk naar Noordwijk, dat ze gewoon goed kunnen internetten op het strand, op de boulevard. Daar hebben we eigenlijk niet voorzien. Nee, daar hebben we niet in voorzien. Je ziet natuurlijk wel steeds dat steeds meer bedrijven wifi hebben, maar eigenlijk openbare wifi-punten in de kerngebieden hebben we niet. Wel een wens van ons. We hebben al een tijdje geleden een motie over ingediend, in 2012 al. Er is alleen helaas nog geen invulling aan gegeven. Dat is toch wel heel jammer. Heel jammer, zeker. Destijds werd er nog gezegd dat het misschien wat te duur was. Maar eigenlijk in deze tijd kun je dat niet meer zeggen. Nee. Dus absoluut moet ook de gemeente Noordwijk daar tijd en energie in steken. Want zowel voor de Noordwijker die graag naar zee komt, als voor de toerist is het natuurlijk heel bijzonder als je de mooie plaatjes uit Noordwijk met elkaar kunt delen via internet en daar geen punten voor nodig. Ja, en dan kom je naar Noordwijk en dan heb je een auto bij je en dan kun je eigenlijk wel goed parkeren in Noordwijk. Nee, parkeren is echt heel lastig in Noordwijk. Eigenlijk sowieso op een drukke dag valt er niet te parkeren, maar ook op minder drukke dagen is het moeilijk. Moeilijk voor bewoners en moeilijk voor bezoekers. Dat maakt het winkelgebied overigens ook niet per se aantrekkelijk. Hè? Als je komt winkelen, dan is het heel erg belangrijk dat je je auto op makkelijk kwijt kunt. Dus dat is ook iets waar we oplossingen voor moeten verzinnen en in moeten investeren. Maar voor mij gebeurt daar heel weinig op dit moment. Vinden we oplossingen? Nee, het vinden van oplossingen niet. Wat je vooral ziet gebeuren is dat er parkeerplekken worden weggehaald door reconstructies van wegen en dat soort zaken. Daar zijn wij het niet mee eens. Nee. Wij willen graag, we zijn natuurlijk voor de reconstructies en de mooiere wegen. Maar we vinden wel dat je de parkeerplaatsen moet hebben gecompenseerd voordat je daaraan begint. Daar wordt op dit moment niet in voorzien. De komende periode verdwijnen er 100 parkeerplaatsen, maar er komen eigenlijk geen parkeerplaatsen bij. Dat is heel erg lastig en zeker voor de lange termijn een groot probleem. Ja,